Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 FC Porto Career Mode. In deze aflevering hebben wij de wedstrijd tegen Guaymareas of zoiets. En de eerste wedstrijd in de Europa League, namelijk tegen Wolverhampton. We spelen uit. Daarna ga ik nog even de wedstrijd tegen Portimonese simuleren. Want dan hebben we voor de volgende aflevering gelijk deze wedstrijd. Oh ja, we hebben in de volgende aflevering ook deze, maar dat is dan voor dan. Dus vandaag gaan we deze wedstrijd spelen. Deze wedstrijd gaan we spelen. En deze simuleren. Deze club staat volgens mij 7e of 8e. Zoiets, ik had net even gekeken. Ja, 7e. 33 punten. Wij staan 1 puntje onder Benfica. Dus we gaan best wel lekker. Ik had de opstelling alvast klaargezet. Dit is de opstelling waarmee we gaan spelen. Ik heb een paar spelers die ik rust zal geven. Zoals Ikone en Luis. Tavares heb ik ook even rust gegeven. Omdat we tegen Wolverhampton wel echt met de beste elf moeten gaan spelen. Want we spelen dus eerst uit. En als we dan gewoon minimaal gelijk kunnen spelen, zodat het hartstikke lekker zijn. Want uitdoelpunten gelden voor 2. Nou, ik ga nu gewoon gelijk de wedstrijd in tegen Guaymareas. En dan zie ik jullie zo meteen. Oké, hier gaan we dan. We spelen dus uit bij Guaymareas. En ik hoop dat we gewoon minimaal gelijk kunnen gaan spelen. Want op zich is het voor mij best een goede club. Ze staan 7e met best wel wat punten nog. Ze zetten hem onder druk. Kunnen ze dit snel uitspelen? Oh, hele goede pas naar Marega. Het is geen buitenspel en die zit erin. In de 13e minuut, Marega. Lekker hoor. Oh, dit is toch lekker. Ik dacht dat het misschien buitenspel zou zijn, maar dat is het gewoon niet. Het was ook echt een hele goede steekpaas. Of een hele goede paas. Hij kon hem goed aannemen en kon hem goed inschieten. Dan staan we in de 13e minuut met 0-1 voor. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is op hem. Gaat dit wat worden? Zou wel eens wat kunnen worden. En let goed op, en ondercept die paas. Oké, we gaan nu de tweede helft in. We staan met 0-1 voor. Doet echt een hele lekkere goal van Marega. Maar voor de rest hebben we niet heel veel grote kansen gehad. Die verspillen we ook gelijk de bal. Maar het gaat niet heel slecht. Gewoon, het gaat gewoon lekker. De papieren zijn nu eindelijk getekend. Fijn dat het nu officieel is. Want dit is een speler waar ze nog veel profijt van zullen hebben. Lekker weggewerkt hoor, van de verdediging. Doelman moet opletten. Gaat hij de gelijkmaker erin? Zo. Nee, het is het 1-1. De keeper kon er daarna niet meer bij in de rebound. Hier kwam... hier waren ze dus even gevaarlijk en scoren ze ook gelijk. Gaan we wel even eraan kijken. Ik wil even gewoon kijken. Ja, eerst zat de keeper er wel lekker bij, maar toen die rebound, die was gewoon jammer. Ja, misschien kunnen we het nog goed maken. En kunnen we nog proberen te scoren. Ze leveren de bal in. Complimenten voor hoe deze speler vandaag paast. Zo, goed schot hierdoor. Keepertje. Alireza Jahanbakhsh. Marega hier goed erdoor, maar weer de keeper van de tegenpartij. Verder aan kijken. Ja, de keeper zat er weer goed bij. In het midden van de 16. Nee, hij kop. De speler raakt het balbezit kwijt. Oh, dit was heel lekker onderschept. We hebben nog 20 minuten te gaan. Hier zijn wij dan nog steeds met een aanval. Gaat dit wat worden? Nee, de verdediger, wat jammer. Goed gereageerd, zeg, en daarmee. Oh, dat doet hij heel erg lekker. Marega is het ook goed. Nee, weer de foute pas. Dit is zo zonde. We creëerden wel echt hele goede soort van aanvallen telkens, maar dan verprutsen we het ook weer. Nou, wat kan hij hiermee? Nee. Keeper, lekker keeper. Oh, wat lekker dit jongen. Die voorzet van die speler was echt heel goed. En hij kon hem dan ook kaart erin schieten. Maar de keeper. Hij kon er nog net bij met zijn adem ook.
waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet over mopperen. Ja, slecht vrije trap. Zo in de handen van de keeper. Die kon hij heel makkelijk pakken. Danilo Pereira. Heel goed, want hij voorkomt dat die paas lukt. Voor de blessuretijd worden 3 minuten uitgetrokken. Veel druk gezet. Weer een hele goede onderschepping van de rechtsback. Hij heeft nog steeds de bal. Zit in de extra tijd en we weer nog een aanval. Geplaatst schot. Oh, wat slecht. Heel slecht dit. Dit was gewoon echt even een grote kans om vlak voor het einde van de wedstrijd die 2-1 te scoren. Maar hij doet het gewoon niet. Hij kan nu elk moment worden afgefloten. Dat is nu. We spelen dus 1-1 gelijk uit. Ja, we hebben wel zo onze kans gehad om toch te gaan winnen. Hun ook. Maar ja, niks aan te doen. Oké, hier zijn we dan met de achtergrond van de Europa League. Die heb ik eigenlijk nog niet gezien. Dit is dan de eerste keer dat ik hem zie. Of de tweede keer. Maar ziet er wel mooi uit. We gaan even trainen. De wit gaat heel hard omhoog gelijk. Leidt er bijna 75 leden. Het icoon bijna 81. We simuleren nog eventjes verder. En spelen terug van blessure. Waarschijnlijk Suarez. Denk ik. Even kijken. Suarez, ja. Ja, ik ga sowieso Luis in de spits laten verlopen. Want hij is echt heel goed. Ik zet nog even de basisopstelling klaar. Op links achter hebben we Tavares. Diaz links half. Icone natuurlijk in de basis. En waar staat die? Doucouré. En Luis. Dan heb ik het zo wel goed staan, denk ik. Even kijken. Doucouré. Icone. Oké, dan zet ik nog even de bank klaar. Ja, dat zal het zo wel goed zijn. Oké, uit bij Wolverhampton. Uit goals tellen als 2, dus tellen 2 zoveel mee. Dus die zijn ook extra belangrijk. We moeten gewoon proberen, minimaal, gelijk te spelen. Ik ga ook nog even naar de persconferentie. Want die heb ik al lang niet gehad. Ik heb lang geen persconferentie meer gedaan. Maar ja, de laatste 32 van de Europa League kan wachten. Op papier zijn Wolverhampton Wanderers en Esport ongeveer net zo goed. Hoe ik naar deze wedstrijd. Focus op goed spel. Hoe ben je van plan de wedstrijd aan te pakken? Ja, dat is gewoon weer precies dezelfde vraag als net. We hebben een van de beste ploegen. Je team is laatst in topvorm. Denk dat jullie in de komende wedstrijd dus goed blijven presenteren. Zeker weten. Dan hebben we dat ook weer gehad. Het waren gewoon echt helemaal geen interessante vragen. Gewoon eigenlijk 3 dezelfde soort vragen. Dus weet ik het ook voor de volgende keer. Dan laat ik hem weer zitten. Misschien gewoon in de volgende ronde. Maar ik ga nu naar de wedstrijd toe. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, hier gaan we dan. We zien hier Wolverhampton aan het opwarmen. Wolverhampton is natuurlijk ook best wel een hele goede club. Ze spelen natuurlijk gewoon in de Premier League. En ze doen het daar nog best wel goed. Ze komen niet voor niets in de Europa League. Maar wij, FC Porto, zijn ook hartstikke goed. Vooral met onze nieuwe aanwinst en hoe we het de laatste tijd doen. Dus we moeten het gewoon eventjes doen hier. We moeten gewoon die klus klaren. En gewoon een goede uitgangspositie creëren voor de volgende wedstrijd. Mijn naam is Sier de Vos. En collega Jeroen Grutter. De groepsspecifieke kwaliteiten. Laten we ze maar goed in de gaten houden. Oh, lekker doorgekomen. Dit moet hem worden. Nee, op de paal. Wat zonde. Die koning hier met een schot en de keeper met een redding. Hij heeft massaal achter de bal. De tegenstander moet iets verzinnen. Verzinnen is, daar schiet hij. Hij houdt het schot tegen. Korte bal naar een teamgenoot. Richting de eerste paal gespeeld. Oh, dit moet hem worden. Weer op de paal. Wat zonde, jongens. Oh mijn god. Oh, wat zonde weer, jongens. We spelen echt veel beter tot nu toe dan Wolverhampton. Dit is ook echt een hele leuke wedstrijd tot nu toe. Echt gewoon echt een heel hoog tempo. Maar wij zijn wel de bovenliggende ploeg tot nu toe met meer kansen.
Moussa Mariga. Ziet er veelbelovend uit. Diaz hier, dit moet hem worden, kom op. Lekker jongen, lekker. Diaz 0-1 voor tegen Wolverhampton. We gaan echt heel lekker jongens. Als we zo blijven spelen, dan zal de 0-2 niet heel lang uitblijven. Oh, dit is toch top. Dat was ook wel in de lekkere pas en hij kon zo doorlopen. Met zijn snelheid. En ja, die ziet er ook hartstikke lekker in. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1. Vaak ook dat er wordt gesproeid voor wedstrijden. De bal rolt daardoor wat sneller. Dat komt het speltempo alleen maar te goede. Die bal... Oh, Mariga is er door. En dit is de 2-0 in de 39ste minuut. Lekker jongens. Is het Mariga of is het Luis? Het is Mariga. Lekker jongen. Oh, dit is top. We staan nu met 0-2 voor uit bij Wolverhampton. Dus ja, dat is hartstikke lekker gewoon. We gaan even kijken hoe die erdoor kwam. Ja, hij kwam er goed door. Hij is ook hartstikke sterk en beukte zo die verdediger weg. Hier, kijk dit dan. Dat doet hij zo lekker. Hij gaat verder. Voorzet in de maak. Zo lekker keeper, wat een geweldige redding ook weer. Zijn er nog steeds, maar wij hebben de bal weer. Oh, dit was echt een lekkere redding van de keeper. Oké, we gaan de tweede helft in en we gaan echt heel erg lekker. We staan al met 0-2 voor. Wij hebben dus veel meer kansen, maar Wolverhampton heeft eigenlijk niet zoveel kansen. Had alleen net dus een grote kans. Maar voor de rest moet het helemaal goed komen. Zet verder door. In het midden van de 16. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Voordeels, hij speelt hem slim. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Zo, die aanvaller kwam er nog bij met zijn hoofd, maar die gaat naast. Ja, de verdediger kon er niet bij. Nee, hier zijn zij door. Oh, ze scoorden 1-2. Dit is wat minder, 1-2. Maar ik heb nog steeds vertrouwen in mijn team. Maar we spelen het nog steeds gewoon veel beter. Even kijken hoor. Ja, best wel goed uitgespeeld van hun. Gewoon daar niet van. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Team Brommer maar. Team Groot bij de eerste paal. Ja, Doelman pakt die bal. Quadrado vervolgt zijn weg naar het doel. Oh, goede voorzet. Oh, die gaat ook maar weer net boven of naast. We hebben even wat spelers gewisseld. Quadrado gaat eruit. En Ikone. Ze zijn allebei best wel uitgeput. Ze hebben ook best wel goed gespeeld gewoon. Oké, we zijn nu in de extra tijd van de wedstrijd. We zijn nog steeds voor. Nog een minuutje te gaan. Als we dit nog eventjes vol kunnen houden. Oké, lekker. Dat is af of wat. We winnen uit met 1-2 bij Wolverhampton. Dat is gewoon echt een heel erg lekker resultaat hoor. Aangezien die uitdoepen er voor 2 gelden. Dus die thuiswedstrijd, ik heb er nu al zin in gewoon om die wedstrijd te spelen en gewoon te winnen. Oké, we zijn weer terug. En wat ik hier nu zie, is dat we bovenaan staan. Dus wat een topaflevering is dit man. We winnen gewoon even tegen Wolverhampton en we staan weer bovenaan. Even kijken, Benfica had verloren. Even kijken, we gaan erin. Benfica heeft met 1-3 verloren tegen Braga. Die zijn dus derde, die zijn dus nu weer ingelopen. Dus we staan gedeeld eerste plaats met Benfica. We hebben dus een beter doelsaldo. Of niet, hè? Het doelpunt ervoor, hun hebben veel meer doelpunt voor. En wij hebben minder doelpunten tegen, dus hun hebben een beter doelsaldo. Geen idee waarom wij dan eerst staan. Misschien omdat wij nog 0 keer hebben verloren. En Braga zitten met 1 puntje onder. Dus de top 3 ligt toch best wel dicht bij elkaar. We hebben hier nog een wedstrijd tegen Portimonese. Die gaan we simuleren. Thuis. Daarna hebben we de wedstrijd tegen, even kijken, Wolverhampton. Dus die moeten we dan ook gewoon wel weer even winnen. Dus ik ga nu met een team met wat meer reserves en zo. Dus dat ga ik even klaarzetten.
Manava mag spelen. Ik laat Fangioni weer eens spelen. Ik laat Silva in de basis beginnen. Pereira mag beginnen. Nakashima mag ook beginnen. En Johan Max ook. Waar staat hij hier? Dus dat denk ik nu wel even goed. Ik neem Leijten mee op de bank. Dan moet het met dit team denk ik wel gaan lukken. Nog even de wissels klaarzetten. Ja, dit moet helemaal goed komen. Thuis tegen Portimonese gaan we dus simuleren. En we staan dus nu gedeeltelijk bovenaan. En ik denk dat we dit ook gewoon gaan winnen. Ze verliezen best wel veel, zijn niet zo heel goed. En we winnen met 5-0. Oeh, Cuadrado is wel geblesseerd. Silva met 2 goals. Marega, Johan Bax en Pereira. Oh, ik hoop echt niet dat Cuadrado lang geblesseerd is. Want het is toch wel echt een goede speler. 5 dagen, oh gelukkig 5 dagen. Hij zou dan wel deze wedstrijd moeten missen. En we kunnen weer trainen. Dat doen we ook even. Ik doe de derde. Die trainen we even dan. Acuna gaat weer een stukje omhoog. Silva niet. Diaz is 80 rated nu zie ik trouwens. Of hij was het al eventjes. Maar het is me nu pas opgevallen. Oké, we spelen dus thuis tegen Wolverhampton. Ik moet de opstelling klaarzetten. Maar Cuadrado kan er jammer genoeg niet meedoen. Omdat hij geblesseerd is. Even kijken. Pepe staat hier. We gaan wel met hetzelfde elftal als de vorige wedstrijd spelen. Doucouré gaat dus ook weer beginnen. Diaz gaat dus ook beginnen. Dan laat ik Diaz links en Nakashima rechts. Dan gaan we het zo doen. Alleen nog even Icone erbij. Dus even kijken hoor. Ja, zo zit het wel goed. Dan moet het zo wel gaan lukken. Johan Bax mag natuurlijk ook mee gewoon. Uribe neem ik even mee. En Bemba. Neem ik ook mee. Ja, dan moet het zo wel lukken. Nee, ik neem toch eventjes Leid mee. Of en Bemba. Maar dan moet het met dit team wel gaan lukken. Tegen Wolverhampton. Die wedstrijd ga ik in de volgende aflevering spelen. Dit was dan alweer deze wedstrijd. Dit was dan alweer deze aflevering bedoel ik. We hebben echt lekkere wedstrijden gespeeld. En staan dus bovenaan in de competitie. Vergeet niet te liken. Te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.